persoon herinneren ons Piet Stork als een sociaal mens. Betrokken en plezierig in de omgang. Met zijn overlijden is onze markant inwoner van onze stad ontvallen. We willen hem bedanken voor zijn inzet voor onze stad en hier gedenken in onze raadzaal. Wil u verzoeken te gaan staan? En 1 minuut in stilte in acht te nemen in gedachten bij Piet Stork. Tijdens de raadsvergadering is er gesproken over een nieuwe zienswijze over de verordening van de bezwarencommissie. De PVDB was not amused. Nou, not amused. Wij zijn daar altijd tegen geweest. Want wij vinden dat er altijd een hoorcommissie moet zijn. Er is nu een onafhankelijke hoorcommissie. Wat doet die commissie precies? Die hoort mensen of ze op een goede manier in het gelijk of in het... of vooral in het ongelijk zijn gesteld door de gemeente. Een soort controlerend orgaan extra. Ja, en nu wordt dat door de ambtenaren zelf afgedaan. Dat is een bezuiniging van 14.000 euro. En ja, dan ga je op een gegeven moment als slager in je eigen vlees keuren. Daar zijn precies een beetje het idee van wij van WC Eend adviseren WC Eend. Juist, wij van WC Eend adviseren WC Eend. Dus hier de gemeente Tiel, die adviseert de gemeente Tiel. Dus ja, en daarin vinden wij toch dat in deze tijd dat de burgers in feite te weinig ruimte krijgen. En daarin ook minder middelen krijgen om in beroep te gaan. De PVDB wilde daar inderdaad over discussiëren. Dat werd eigenlijk monddood gemaakt. Ja, er was eigenlijk geen echte moedwil om te discussiëren. Men had de 14.000 euro ingeboekt. Het was eigenlijk meer de discussie over de bezuiniging dan over het publieke middel van de commissie, wat het voor burgers zou betekenen. Wat zegt dat over de raad als de PVDB daar alleen in staat? Nou ja, ik was daar een beetje boos over en dan komt er wel op een gegeven moment een kleine discussie teweeg. Maar dat is in feite is het een rimpeling in het water hier in Tiel en daar werd ik een beetje boos over. Waar het om gaat is natuurlijk is dat iedereen voor de inwoners van Tiel zit. En ik denk als je naar dit voorstel kijkt, is er ook een heel groot voordeel te noemen, namelijk dat het veel sneller en veel duidelijker is. Dat is ook een heel groot voordeel, denk ik. En dat moet u ook meenemen in uw besluitvorming. Plus als u aangeeft van ik wil graag het doen, betekent dus 14.000 euro meer geld. Dan is het ook de regel hier in dit huis om aan te geven waar we het geld dan vandaan halen. Want dan krijgen we van mij terug. Want ik vind het een beetje kinderachtig wat u nu zegt. Want waar haalt u dan de bezuiniging? Ik zit niet in het college. Wij zijn tegen deze bezuiniging. Dan mogen wij toch ook zeggen als oppositiepartij. En waar u zegt van nou, wij hebben het allemaal keurig netjes ingeboekt, mogen wij toch ook tegen zijn, of niet? Ik vind het heel kinderachtig wat u nu zegt. Dan moet u wel even aangeven waar u de bezuiniging vandaan haalt. We hebben 6 ton over, meneer. De rondweg gaat niet door. Prachtig wat mevrouw Verrij ons allemaal heeft voorgehouden. We gaan allemaal dit doen en dat doen. Op Kellen, et cetera, met de Aldi, waar allemaal niet doorgaan. We hebben geld. En als u dan nu hier over die 14.000 euro praat en mij zegt, u bent populistisch en waar haalt u het geld vandaan? Ja, u hebt het ingeboekt als coalitie. Dan mag ik er toch iets als oppositie tegen vertellen, of niet? Ook boos over dat geld wat erbij gelegd moet worden bij de verbouwing van het gemeentehuis. Ja, daar waren wij al not amused over. Omdat dat voor de verkiezingen eigenlijk een beetje door de raad heen geduwd werd. Er zouden geen nieuwe afspraken, geen nieuwe plannen komen. En ineens komt er dan een plan uit van 3,6 miljoen. Wat dan de verbouwing van het stadhuis verder moet gaan kosten, renovatie. Nu komt daar nog eens een keer 1,5 miljoen bij. Daar zijn we ook not amused over. Waar we wel amused over zijn, is dat er dus 150 mensen die dus meer hier naartoe komen. En dat is dus 2 instanties die we hier in de regio en in Tiel zeker willen behouden. De UWV en de werkzaak. Dat betekent heel veel voor Tiel dat ze ook de regiogemeenschap kunnen behouden. Maar wij vinden dat er worden hier getallen genoemd en er worden dingen gecalculeerd. Waarin wij in feite niet transparant vinden. Wij vinden ook dat
dat er een aantal posten niet mogen worden. Zoals bijvoorbeeld ICT, wat onduidelijk is. En dan weer via andere posten daar nog eens een keer aan het budget worden toegevoegd. Dus het gaat veel meer kosten als wat wij nu op dit papier nu zien. En dat, daar zijn wij sceptisch over. Wij vinden ook dat hier in feite het college ons een beetje een worst voorhoudt. En wij vinden dat geen transparante worst. Tijdens de raadsvergadering, ik neem aan dat het ludiek was, werd er ook naar alternatieven gezocht en gesproken. Onder andere dat mensen ook bij de nieuwe Westluidse poort ondergebracht zouden kunnen worden. Ja, nou, dat is absoluut niet ludiek, omdat er heeft van de week ook een heel stuk in de krant gestaan dat het met muziekscholen niet zo best gaat. Dat is een landelijk fenomeen, ook met bibliotheken. Er is een hele grote krimp. Wij hebben ook in dat tijd ingestemd met de Westluidense poort dat het ook multifunctioneel te gebruiken zou zijn. Mocht er een krimp zijn, dat ook de kantoren, de gebouwen, de ruimtes voor andere doeleinden geschikt zouden zijn. Wij zouden eigenlijk het zien, graag zien, dat in zo'n groot gebouw, waar heel veel geld de gemeenschap ook al kost, een onderzoek komt van, nou, zijn daar niet een aantal diensten daarvan in onder te brengen, omdat we daar ook een baliefunctie hebben. Dus absoluut niet ludiek bedoeld, maar in feite ook om het cultuurgebeuren te beschermen en daarin ook gelden vrij te maken die dat kunnen versterken. Jolanda Stoet de Vlag van de ChristenUnie. Er werd vanavond gesproken tijdens de raadsvergadering over de verbouwing van het stadhuis. Die discussie is al eerder geweest, maar er moet meer geld bij. Ja, nou, die discussie was er inderdaad en toen werd er erg ernstig geworsteld in de tijden van bezuiniging dat wij zoveel geld toch in het stadhuiscomplex investeren. Toen werd wel gezegd van ja, er moet inderdaad wel wat gebeuren, want het is verouderd en de mensen moeten meer gaan flexwerken, veranderende organisatie. Prima. Toen werd ook wel rekening gehouden met de komst van het regionale infrastructuur werk en inkomen, wat nu werkzaak heet. En wat schetst onze verbazing, toen werd ook gezegd, we proberen dat binnen dit budget te doen. Dat nu er meer mensen van de werkzaak over lijken te komen, waarop wij zeggen, dat levert meer huuropbrengsten op. En dat moet niet ten koste gaan van de onkosten. Dat er toch meer kosten naar ons toe komen. Waar wij van zeggen, ja, die had je kunnen voorzien in 2013. Het gaat om serieus geld, hè? Het is niet een paar ton. Nee, het is bijna 50% meer ten opzichte van het vorige bedrag. En hoeveel was dat? Het vorige bedrag was 3,6 miljoen en het gaat nu om bijna 1,8 miljoen. Allerlei aannames waarom dat het dan nodig zou zijn om dat geld erbij te leggen. ChristenUnie had een aantal zinnige kantmerkingen. Ja, nou, het is een risico om af te schrijven over 20 jaar, want je hebt contracten die korter lopen, plus de onzekerheid, want je stelt die contracten op met andere gemeenten. Gemeenten veranderen beleid, je hebt sowieso een college voor 4 jaar, dus je weet nooit wat er in de toekomst gaat gebeuren. En de financiële risico's zijn dan wel voor Tiel. Plus gebouwen die je wilt verkopen, maar in hoeverre zijn die in deze tijd verkoopbaar? En allemaal aannames waar je wel een rekening mee moet houden. Plus nog posten die nog onvoorzien zijn van tijdelijke werkplekken, flexwerkplekken, parkeerplekken die nog extra kosten met zich mee kunnen brengen. Al met al, verstandig gezet van de gemeente Tiel? Wat ons betreft niet. Voor ons is eigenlijk het uitgangspunt geweest dat we hebben willen kijken of we ook in de toekomst kunnen voldoen aan iets wat toekomstbestendig is. En dat heeft natuurlijk per definitie al iets ongrijpbaars in zich. We hebben op een gegeven moment als raad aangekaart dat we het helemaal niet verkeerd zouden vinden als we de huisvesting van de gemeente onder de loep zouden nemen. Dat is gebeurd. Men heeft daarna gekeken en is met het voorstel wat er nu ligt met een aantal andere ideeën gekomen om daaraan, mede daaraan, invulling te geven. Natuurlijk door de komst van het UWV en door de werkzaak. Zoals wij het lezen en zoals wij het begrijpen, zal het ook meer bij deze tijd zijn. En is er ook een behoorlijke aandacht voor, in ieder geval arbo-wet en regelgeving, voor in ieder geval een goede werkplek. Vanuit die optiek kun je er eigenlijk alleen maar positief op zijn. We zien natuurlijk ook wel risico's, daar waar er gesproken wordt over een bepaalde afschrijvingstermijn. Terwijl je niet een volledige dekking daartegenover hebt staan voor die periode. We realiseren ons overigens wel dat ook in deze tijd, waarin er een enorm groot aantal kantoorpanden leeg staat, je misschien ook niet kunt verwachten, mag verwachten, dat we in één keer als gemeente met contracten op de proppen komen die hele periode dichttimmeren.
De vraag die we wel hebben is welke financiële risico's lopen we nu uiteindelijk. Er zijn hier ook door een aantal anderen al wat opmerkingen gemaakt met betrekking tot bijvoorbeeld ICT. Parkeren is er even als zijstraat genoemd. En wij zouden graag van het college willen weten of men daar zelf bedragen aan kan plakken en wanneer men, laten we het maar even noemen, een soort break-even punt in de tijd bereikt heeft waarbij er uiteindelijk een nulsituatie ontstaat. Er is gewoon een prima debat gevoerd over de verbouwing van het stadhuis, over de vergroting van de opdracht. Er komen wat extra werkplekken binnen het stadhuis en dat heeft een aantal kosten met zich mee en daar staan ook huuropbrengsten tegenover. Het blijft in ieder geval toch nog enigszins ongewis of we dadelijk exact met allerlei kosten, aannames en ramingen uit zullen komen. VVD kan instemmen met het voorliggende, maar gaat er wel van uit dat het dan ook met, bij en binnen deze kosten blijft. Als je kijkt naar de casus, dan zijn we in instantie blij dat we straks te maken hebben met een gemeentehuis die buitengewoon efficiënt is ingericht qua werkplekken. Ik denk misschien wel de meest efficiënte gemeentehuis van heel Nederland. En ik weet uit dat in onze omgeving dat met veel jaloezigheid zal bekeken worden. Dat is één. En daar zit me ook gelijk het winstpunt in. Want natuurlijk is het zo dat je niet alles is dichtgetimmerd dat het helemaal risicoloos is. Aan de andere kant is onze grootste huurder, de werkzaak Rivierenland. Daar zit wel een contract van 10 jaar achter. En dat is behoorlijk, zeker in deze tijd gezien. Dus als wij naar alle plus en minnen kijken met alle argumenten die genoemd zijn, ook voor ons is met name de ICT een zorgpunt, dan zijn wij in het algemeen positief over dit voorstel en daarom zullen we dat ook steunen. Toch waren er een paar kritische opmerkingen, met name van de PVDB en de ChristenUnie. Klopt, partijen maken zich natuurlijk ook zorgen en dat begrijp ik ook om in deze tijd een investering te doen. Belangrijk is dat die niet drukt op de meerjarenbegroting. Dus gaat niet ten koste van andere projecten. Sterker nog, door het stadhuis efficiënter in te richten, dan scheelt dat in de begroting juist geld. PVDB sprak nog over alternatieven, hè, van huisvesting. En had het onder andere over, omdat het in den landen links en rechts niet best gaat met bijvoorbeeld muziekscholen en bibliotheken, om dat ook in te zetten voor werkplekken. Neemt u dat serieus? Nou ja, het richt zich wat specifiek op de Westlaanderspoort. Er wordt natuurlijk nu druk aan gebouwd. Vooropgesteld, het college is vol vertrouwen dat de functies die daarin komen er goed uitkomen. Dus bibliotheek, komt ook een nieuw bibliotheekconcept in. Het is niet de oude bibliotheek die verhuist. En de muziekschool. Nou ja, bij de muziekschool is het grote risico de gemeente zelf. Hè, want die gaat over het budget wat daar jaarlijks aan toe gaat. Dat is dus diezelfde raad. Maar nogmaals, neemt u dat serieus? Nou, ik heb geconstateerd dat de gemeenteraad niet ingaat op dat alternatief. En nou ja, volgens mij is het praktisch ook niet mogelijk. Per 1 januari 2016 moet de werkzaak ook gebruik kunnen maken van het nieuwe stadhuis, van de nieuwe werkomgeving. En dan is men gewoon druk bezig met de bouw van de Westlaanderse Poort. Maar de opmerking van de PVDB wel of niet serieus te nemen? Nee, ja, de raad is daar verder op ingegaan en die heeft zich daarover uitgesproken. En die zegt van dat is niet een realistische optie. Nee, maar ik vraag het aan u als wethouder. Ja, en u moet het doen met het antwoord dat ik geef. Tijdens het vraaguurtje heeft het CDA een vraag gesteld en dat ging over zwerfvuil. Onder andere zwerfvuil, maar eigenlijk de hoofdvraag die wij wilden stellen was burgerparticipatie. Dat had direct te maken met het zwerfvuil. Er zijn in de wijk Passewaaij zijn er een groot aantal burgers die daar heel bewust het zwerfvuil aan het opruimen zijn. Hebben getracht via de gemeente een oplossing aan te bieden van, goh, wij hebben dit verzameld, waar kunnen we ermee terecht? Nou, voor plastic en papier is dat geen probleem, dat kan gratis worden ingeleverd. Maar voor het restvuil, ja, daar lopen ze tegen problemen aan. En het antwoord vanuit de gemeente was nou niet van die aard dat je zegt van, hé, hier wordt met de burgers meegedacht. Nee, stop het maar in je eigen kliko. Dat was rechtstreeks het verhaal. Ja, dat was eigenlijk het antwoord wat men kreeg. Ja, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. We hebben een mond vol van burgerparticipatie, dus met elkaar meedenken. Dus vandaar ook onze vraag die we in het vragenuurtje gesteld hebben. Je ziet het vaker, hè? Te veel regels. Te veel regels. En daar loopt dit ook weer op mank. En dat is jammer.